bijna half vijf en het is het begin van een nieuwe trip. We zitten hier met Erwin, mijn neef. En we gaan eens even naar Frankrijk toe, hè? Ja, zeker weten. Eerste keer voor jou? Eerste keer. Heb je er zin in? Zeker weten. Goud, goud. Goud. Ja, helemaal dik. We moeten even kijken hoor. 6 uur 41 rijden. Dus het is niet heel ver. Het is een beetje midden Frankrijk. En, mooi watertje hebben we doorgekregen. Er zit veel vis. Ook wel mooie vis tot 40, 50 pond misschien zelfs. Dus we hebben goed voer mee, goede voorbereiding. En we gaan gewoon knallen. Ik neem jullie mee. We gaan er een dikke video van maken. En er was een bruiduimpje omhoog. En geniet van de video. Later. Gewoon rijk, we zijn, hè? Niks, geen test of vaccin. We zijn binnen. Zo, jongens, we zijn er echt online aan het knopen. Optimale voorbereiding terwijl het regent. Ja, die omgeving is schitterend, natuurlijk. We hebben omgeving met zon doen belden. Nu zie je ze toevallig even niet. Maar ja, het is wel een pretje om hier te rijden eigenlijk. Ja, top. Nou jongens, we zijn echt in de middle of nowhere. Maar volgens de papieren moet hier een zaakje zitten, een viswinkel of iets waar we vergunning kunnen halen. Maar kijk, achter je, dat is het enige gebouw wat hier zit. Het ziet er nog niet echt uit als een viswinkel. We gaan eens even vragen hoe het zit. Maar we hadden dus geprobeerd online een vergunning te regelen, maar met creditcardproblemen en allemaal gezeik is dat niet gelukt. Dus dan moet het maar op de ouderwetse manier oplossen. Dus we gaan even kijken en anders gaan we een zonder vergunning proberen, want het is tijd om te vissen. Nou jongens, het grote avontuur is begonnen. Op weg naar een stack. Vind wat? In de middle of nowhere, in de bushboot. Kijk wat een jungle joh. Ik heb wel eens Expeditie Robinson gekeken, daar is er niks bij. Oké jongens, dan hebben we hier, we hebben 5 verschillende nachtstekken. Dit is er eentje van. Dus het is goed dat we eigenlijk een water mee hebben en hoge steunen. Zoals je ziet, moet je bij elke run wel even het water in. Het is ook zo drassig als wat. Want anders kan die vis natuurlijk hier om de bosjes heen zwemmen. Dus stek nummer 3 is dit. Nou mooi. En zo te zien komen er ook Nederlanders. Heineken bierversies, hè? Ja, lekker man. In de tussentijd, volgende stack. Ze zien we echt voor de kant hier een dikke vis springen, joh. Dus het beweegt veel goeds dit. Zo, we zijn even aan de hoek van het water gelopen. Kijk joh, het staat helemaal vol met bier. Wat dan? Hadden we niet verwacht. Ah, hier gaan we niet zitten. Nou, zoals je ziet, Interdit de Vehicles, verboden voor voertuigen. We gaan hier met trooi voorbij lopen naar onze stack toe. We hebben hier mooi het busje geparkeerd. Maar de camera viel op, de accu was leeg, maar het was toch wel even een aanslag. Een moordpoging. Dus hier even een paar keer weten steken. We dachten, nou, dat is hard zat. Aardig nog drassig, dus hij sipte bijna weg. Het ging nog goed. Maar je ziet, hij is aardig volgeladen. De bus hier echt daar. Maar we gaan hem hier laten staan. Hij zit goed verstopt. Op de weg zie je hem niet staan en je mag hem hier gewoon parkeren. Dus de bus uithalen, trolley is vol en naar een stack. Ik heb er zin in. Het is toch weer genieten. Je ziet hier alweer een beetje een vochtgebrek. Dat is natuurlijk mooi op mijn vistas gewerkt. Van die hennepsap. Genieten, genieten. Oh, wat moeten we daar nou mee? Is het goed? Nou jongens, ik heb goed mijn best gedaan. Voor deze vierdaags vis heb ik toch, wat zal het zijn? Een liter of 40 aan tijgenoten. Het was 20 kilo droog, dus dat is ongeveer 2 keer zoveel als nat is. Je ziet, het zit een aardige zijmraag op. Maar nu voor het eerste nachtje is het natuurlijk even aftasten, even aankijken. Ga ik niet heel die grote tommen nemen. Zoek even in een klein emmertje, een beetje bij de pellets erbij. Dus ook een attractief voertje gaan maken. En ik heb 2 soorten gemengd.
de normale tijgers en de jumbo tijgers. Ik zal ze even laten zien. De normale zijn 8 tot 12 mm en de jumbo die hebben zo'n grote werpgevorm en die gebruiken vaak graag als haakaas. Pop-up meisje erop. Dus ze zijn wel lekker goed. We gaan sowieso mee vangen. Let's go. Zo jongens, we zagen hier voor de kant net een behoorlijke karp springen. Echt een meter of 10 vanuit de kant. Ik heb snel even een derde hengeltje aangemaakt met een jotregie, naked. Dus om mijn hoofd heen gemonteerd. En die ga ik nou inknallen. Misschien gaat hij al voordat we opgebouwd zijn. Dus het zou top zijn. Zo, heb jij ingezeten, hè? Met? Dat is een beetje gooien, reet. Lekker man. Ik heb hier twee hengeltjes. Twee hengeltjes met een losse bol, met kreeftkous erop. We gaan 6 verschillende aansoorten bevissen. Waarvan ik dan 2 losse bollen en een shot. En een Ronnie. Dus dat moet het gaan doen. Kijk, lekker. Lekker man. Twee verschillende soorten smaken. Goed, Koenig. Helemaal goed. Doe ik eentje voor. Met tijger, eentje met shot. En eentje met snowman. En dan ergens op verschillende dieptes. Want het is natuurlijk het eerste instant nachtje. Weten we niet waar de vis zit. Waar het goed op reageert. En als we dan vannacht resultaten op 1. Of meerdere van de aaspresentaties, dan kunnen we de tweede nacht op voorbereiden. Sowieso. Dus, en we gaan zo nog voer erin knallen voor de dagstek van morgen. Kieltje 5 denk ik. Strek kunnen eten en dan met vol vertrouwen kunnen we morgen dan overdag te vissen. Op de dagstek. En deze nachtstek rust laten. Dus dat wordt een beetje het plan voor de eerste 2 dagen. En dan gaan we ze nu omheen knallen. Let's go. De eerste hengel gaat op de plek waar ik net een vis zag springen. Ik had van tevoren even wat boren gevoerd met de boorpijp op maximale werfafstand. Daar ga ik hem uitvaren. En dat doe ik eigenlijk met de Scopex bol. Snowmannetje zoals je ziet. Doe ik 1 schepje hennep op. Voor extra attractiviteit. Hennep en boekweit gemixt. Hij zal lekker over mijn vistels heen gaan. Maar dat maakt niet uit. En een beetje gekrust. Bolletje bovenop. En dan gaan we knallen. Holy shit jongens, wat is dit dan? Kijk in de run. Een dwergmeerval op mijn shotrig. Ik weet niet hoe die zichzelf opgehaakt. Ik schrok me echt dood, hè. Ja, dit is het dus. Je moet altijd oppassen bij die beesten, want ze hebben hier van die stekels. Dus, en ze hebben tandjes, dat ze niet bijten. Maar de plaag is binnen een half uur al bevestigd. Yes. We gaan huis. Hé? Inpakken. Ja. Hé, hey, waarom doe jij nou een regenpak aan? Ik ben een mooie weervisser. Nee, maar wat was daar echt de reden? Dan kom ik god van naar Frankrijk toe. Het land van zon en stokbrood. Ja? Gaat dat regenen? Nee, maar was je echt regen? En ten tweede, het fucking voren waadpak is volgelopen met hennep. Het vocht van hennep. Hennep saus. Of, dat kan ook nog. Of tijgernotensap. Ja, slijm. We hebben hem vorig jaar hebben we hem niet zo gemaakt na de vangentrip. En ja. Hij vindt het stink, maar ik zeg, het valt echt wel mee. Jij dus vandaar niet. Onze kleding te beschermen doet hij een regenpak aan. Ja, kom op. Dan ga ik 2 bollen door elkaar voeren. Hot tuna en de Scopex. En dan lekker een brede voerstrook. En dan ga ik gewoon een beetje afwisselen en kijken welke aas karp het meeste op reageert. Daar ga ik meer van bijvoeren. Ik vis 1 hengeltje met een Scopex bol. Eentje met een XXL tijgernoot en een pop-upje erop. Pop-up tijgernoot. Zodat hij er mooi als een snowman gaat staan. En die had ik nog ook even in dit dippie. En de tijgernoot zijn door het renken eigenlijk. Zodat hij goed volzuigt met sap. En dan heb ik gewoon een hele goede hufteproef montage tegen de kreeft en het dwergmeerval. Aangezien deze van rubber is en zijn tijgernooten niet zo snel eten. Dus dat wordt hem. En een derde hengeltje een tjot. Ik net al uitgerecht. Dus we gaan knallen. Eerste kast van nieuw water. Ja, hij is genieten. Oh, het is echt een chaos. Een zooitje op mijn stek. En kijk dit er even in. Oh, het blijft maar gieten. Het is niet normaal. Ik heb tijd om te eten. Om de vis het foto te zetten. We zijn inmiddels echt al 1,5 uur verder. Het is al 7:30 en ik ben er klaar mee. Tot zover. Nou jongens, ondanks dat het eindelijk etenstijd is, het is inmiddels 8:30,
heb ik iemand die hier niet zo bij is. Hoe voel jij? Nat. Eerste keer Frankrijk. Godverdomme. Het land van de zon. De zon is... We zitten de hele dag in de regen. Zon, stokbrood en bakken. Het is echt niet te filmen. Nee, hè? Het is echt niet normaal. En dan gaan we ook gewoon vanaf de aankomst dat we hier kwamen. Toen viel het nog mee. Anderhalf uurtje droog. Ja. En nu is het gewoon echt drama. Je ziet de vis daar, even kijken hoor, in de schring zitten. En die begint ook al een beetje wild te worden. Die zit er natuurlijk ook al een tijdje in nu. Maar ja, het is gewoon echt nog steeds zo hard aan het regenen steeds. Dus na het eten moeten we maar aangehoven, ondanks dat het regent. En dan gaan we op de foto zetten. Dan, dat maakt denk ik wel een hoop goed. Vanavond ga jij sowieso van. Komt goed, jongen. Nou jongens, daar is hij dan. 10,4. Even een blaadje op zijn kop. 10,4 en kijk eens wat een prachtig beest. Echt niet normaal. Ik kwam eigenlijk in net dat ik hem iets zwaarder verwacht. Erwin ook. Maar desalniettemin, halve rijen. Ja, echt fantastisch. En zoals ik al zei, ik kwam dus op de Jumbo, de XXL tijgernoot met dat pop-upje erop. En eigenlijk binnen 10 minuten nadat hij ingaf, ging die al. Ik zal even de andere kant laten zien. Ja, wat een vis joh. Fantastisch. Echt super blij mee. 10,4. Eerste 20 van de trip. Bij een 30 gaan we shotten, zoals elk jaar. En Erwin's record is 17 kilo. En als hij hem verbreekt, dan krijgt hij een emmertje water. Dan weet hij dat ook alvast. Dus, een mooie bekkie. En hij mag weer gaan. Yes. Jongens, wat een fantastisch beest. Echt niet normaal. Wat een beschubbing. Hij mag weer gaan. Dank man. Gaat hij weer. Zo, even een korte update. Wat is het plan? Wat hebben we net gedaan? Burgers gegeten. Burgers gegeten, cool. Laatste hengeltje uitgevaren. Jouw hengeltje uitgevaren. Nou, nog eentje en dan leggen ze alle zes spot om. Ja, dan is het eigenlijk tijd om ons een beetje behagelijk te vertoeven. Koud pilsje, een paar warme sokken. En een dekje. Kijk man. Ik zie jou te knikken. Het is eigenlijk weer een beetje droog. Hopelijk blijft ze. En Kai, voor al je ongedierte bestrijding. Ja jongens, dat is toch wel lekker dat ik hier met mijn hoofd zeg. Dat er zo'n gore bruine naakzak zit. Kijk dan. Hij had lekker zijn spoor ook achter. Pannetje. Zo, als je hem had laten vallen, dan zit hij hier ook lekker beurs met cheddar cheese te maken. Nee. Ja jongens, ik moet jullie wat bekennen. We hebben wel eens mindere beurs op bij Dave Fisting. Cheddar cheese, ketchup en een lekker portie sla. Sla. Een goed idee van jou, hè? Dat kan er wel in, zo vlak voor 11. Krachtvoer. Hey jongens, mijn derde van de nacht. Klein spiegeltje. Deze gewoon op de Snowman Scopex. En een kilootje 5, 6. Ik denk 6. Vijfste reden zelfs, want ik zie geen spiegel. Geen schubben, zeg maar. En ja, wel goed eigenlijk. Ik heb alle drie wengels hebben vis opgeleverd. Ik heb nog één verspeeld op mijn chop. En nog één op mijn shot. Een uurtje geleden heb ik even in de schring gedaan, want ik griep Erwin en werd niet wakker. Dus ja, best wel prima. Erwin één vis verspeeld, ook jammer. En verder ben ik gewoon heel benieuwd naar het voer, wat heb ik het voer gedaan op de dagstek. En dat gaan we vandaag al zien. Deze fotootje mag ik terug. Ja, jongens, mijn tweede van vannacht. Ja, vanochtend eigenlijk eerder zeggen. Ik kwam op de oranje shot weg. Tadaa, fotootje en hij mag terug. Kijk. Nou jongens, hele mooie vis, 11 kilo precies. En zoals ik zei, hij kwam de tijgerdood. Schijn met je beschaafd op zijn staart en op zijn vin. Ah, het is al niet maar echt een mooie vis. Lekker breed. Ah, daar ben ik blij mee hoor. Ik zal de andere kant ook nog even laten zien. Ah, hele goede drill gehad, was echt sterk. Ook onder de top nog. Ah, mega vette vis. 11 kilo en dan maar gaan. Ja. Jongens, kijk eens even wat hij uitscheidt. Een hele bruine substantie. Ze hebben gewoon goed op het voer gezeten.
Nou jongens, ondanks dat we om 7 uur al wakker waren door die vis van mij, gaan we nu pas ontbijten. Het is 11 uur. Natuurlijk met een kipburger, een beetje ketchup en een beetje sa. We hebben alle hengels, of nou, we hebben 200 per persoon op de dagstek gerecht. En de saunabox hangen hier boven in de tent. En dus hebben we voldoende bereik. Er zijn geen obstakels, dus als het regent kunnen we hier in de tentje chillen. En verder is het een beetje rustig geworden. En we gaan wel kijken wat de dag brengt. Ik weet niet wat dit voor beest is. Hé? Kijk even bij de lunch. Heel vies. Zo, weer even een korte update vanuit onze kant. Zojuist een anderhalf uur met een controleur gezeten. Die wist ons vriendelijk te verzoeken om weg te gaan. De controleur had vriendelijk verzocht om de hengels eruit te halen, zodat Wietse een vergunning kon gaan regelen. Dus op 6 minuten afstand van VJ. Eigenlijk wou de eigenaar van dit water wou ons weg hebben, maar doordat we een reservering hadden, mochten we toch blijven zitten. Alleen de hengels eruit en zoals je ziet alleen de steunen hadden staan. En weer, vergunning is gefixt. Weekie, 33 euro. En je weet alles. Dus even met de turbobus op stap geweest. En gelukkig kwam ik het paadje nog door. We hebben natuurlijk hard geregend vannacht. En er zitten veel hobbels en een beetje modder op. Maar het ging nog net goed. Ik hoop dat hij aan het einde van de week alsnog er doorheen komt. Anders zijn we Shaki. Maar ik ga nou voor Erwin naar de Decathlon. Of hij gaat zelf de week, dat weten we nog niet. Voor even een nieuw waterpak die niet lekker is. En dan gaan we op deze stek de week uitvissen eigenlijk. Dus nu eerst even een beetje kilo's erin te baffen. Ik heb een uurtje of twee hengels erin. Een waterpakje ophalen en dan gaan we vannacht gewoon weer vangen. Toch? Tuurlijk. Moet goed komen. Welke nou? Nou jongens, we hebben een ideetje om lekker droog over te varen. We hebben een paraplu gekocht bij de Decathlon. En een nieuw wapen voor Erwin. We kunnen een mooie droge terrein uitvaren. Gaan we dat maar even doen. Hey. Ik ga naar terugzakken. Ja, ja hoor. Rijveren. Knal hè. Even de kamer op statief nog houden. Kleine skarp die ik ooit in Frankrijk heb gevangen. Bizar. Echt bizar. Op de chop. Ah, je dacht nog niet dan in. Dat zeker niet. Ik wacht even tot Erwin en dan mag ik terug. 6:30. We gaan lekker eten. Aardappeltjes. Ja, aardappeltjes. Hier hebben we knakworst. En ik heb geen pan of geen bak. Dus ik doe maar even in die pan. Lekker zaadje. Samen met paprika, tomaat, een komkommer. Hey, stel even gezond. Met Daniel en Chitten zal dat natuurlijk nooit gebeuren. En ondertussen heb ik een paar piepjes op mijn rechterhengel gekregen. Waar ik net die knol op ving. Dus ik ben bang dat er of weer een knol op zit. Of een dwerg meer valt. Zit iets aan, hoor. Juist, rekken man. Eindelijk. Rekken man. Oh, zo. Goeie. Hey, ik ga even de aardappels uitzetten. Dan braast hem op. Ja? Hey Karp. Gaat het zo mee? Nou, een PR in Frankrijk. Ja. Dat is waar, je eerste Franse vis. Eerste Franse en vis. En met je water, hey, komt nu. Wij 24 uur verder. Op de tijgenootjes. Ja, bekijk het positief, hè. Ze kunnen alleen maar groot worden. Zeker hoor. Zegt hij, ze giebel. Ja, zo'n giebel van maat. Nou ja, dat vissen in coronatijd in Frankrijk, dat is zo gek nog niet. Zo druk is het niet. Dat is wel eens ergens geweest. Ja, jongens, het is weer een handvol. Ik word een beetje moedeloos van. 3 van zulke zag vissen. Ik hoop niet dat het de nacht doorgaat, want anders dan. Daar word ik niet vrolijk van. Hij mag weer gaan. Zo, terwijl ik even wat onderhees aan het knopen was, ik ga even opeens weer een run. Best wel hard. Maar hij schoot toch weer eraf, hè? Zonde. Dus, maar het proeft wel goed, want
Het is denk ik nu 2 uur aan de avond. Het is nu, het is nu 9 uur. Dus ja, vanaf 6:30 ongeveer kregen we runs. Dus we hebben nu al 5 runs in de avond. Dus dat betekent dat goed. Meer dan gisteren. En hoop ik dat de nacht ook doorzet en dan meer dan gisteren komen. Dan gaat het nog een leuke tijd worden. Yes. Slecht weer, heel de nacht. Dit is het resultaat. Door een weggewaaide paraplu. Jongens, Frankrijk, het rand van de bakken. Maar niet deze week. Dus de knol, weet ik veel hoeveel. Het is een echt bizar rijden. En we hebben gewoon veel gevoerd. Dat is de enige run eigenlijk die ons wakker maakt. De rest van de nacht helemaal niks, alleen maar regen. Dus we zijn een beetje moedeloos. We weten niet echt wat te doen. Maar goed, we hebben nog 1,5 dag. Toch wel mijn eerste soort van serieuze carpe. Ja. Op de Ronnie. Hengel die lag al ruim 12 uur in. Dat zegt dus niks. Dat zegt dus niks inderdaad. Tussen een soort van wiertakken. En dan gaan we lekker terug. Zo, ik heb Erwin weer een visie. Maar we gaan een beetje tactiek aanpassen. Ik ga even kijken hoor. Mijn buitenste hengel, waar de chill op zit, ga ik afhalen. Ga ik een boy op zetten, grote diameter. Dan vaak ik naar de dagvisstek. Dat is wel te doen, het is wel iets van 150 meter van hier. Maar er zijn geen obstakels, dus vandaar dat ik het wel aandurf. En daar hebben we natuurlijk 2 dagen gevoerd. En hij had het rust gegeven. En toen we weggestuurd werden door de controleur, heb die stek eigenlijk helemaal rust gekregen. Dus misschien dat daar wat dicht te wachten. Want eigenlijk zijn de resultaten van de nacht bar zegt. Ik had eigenlijk veel meer verwacht, zeker omdat we gevoerd hebben. En de eerste nacht instand ging eigenlijk veel beter. Dus misschien dat ze daar liggen. Misschien helemaal in andere regionen. En het waait wel een beetje hard. Dus misschien dat er overdag nog wel een visje bij kan komen. Maar met die regen zijn het toch taaie omstandigheden. Dat kregen we ook wel te horen van onze tipgever, de Legend. Maar het is zoals het is en we konden er één deze week. Dus we hebben toch een paar vis gevangen. En we gaan er sowieso nog een paar bij vangen. Hopelijk komt die dikke nog. Yes. Dat is weer een nieuw Frans record voor je toch? Daar heb je meer van? Drie keer niks. Ah, dat is wel bal inderdaad. Zo kreeg ik niks van. Hè? Misschien dat je de hele nacht eraan gezeten. Weet je natuurlijk nooit. Wederom een knolletje op de Ronnie weg. Maar hij wel een mooie bouw hè? Hij is wel hoog gebouwd inderdaad. Maar het zou nog niet de vissen wel eigenlijk voorkomen. Zo, een bijtseus onderweg. Ei met koffie. En op brood. Lekker man. Even een lekker bak koffie. Genieten. Het zwarte huid. Ja jongens, het is het verhaal van deze week. Regen, regen en nog eens regen. Gelukkig zitten we nu al een beetje droog met deze paraplu. Hey, 2 piepjes. En ja, we maken ons wel een beetje bakken, aardjes, koffie. En gaan we weer dat doen? Jij ging knopen toch? Knopen en nesten. Knopen en nesten. Ik ga alvast beginnen met editen. Ik heb mijn laptop mee. Dus dat is natuurlijk wel handig. Kan ik de rest van de video in de auto editen. Kan die volgende week online staan. En verder even de tijd uitzetten. We hebben nog eigenlijk 24 uur vanaf nu. Dan moeten we opruimen. En hopen we toch nog op die ene dikke bak. Yes! Pekker! Pekker hoor! Hey! Bokshouden! Yes! Eigen spiegel! En een dikke! Tussen de 8 en de 10. 14,4. Nee joh, zeker. 10,2. Lekker man! 20 hè? 10,2. Na 1,5 dag. Lijkt de vis op mijn stek gearriveerd te zijn. Dat resultaat resulteert in deze prachtige spiegel. 10,2 kilo. Nog een kwartier, pas een kwartiertje na mijn 5 kilo schub. Weer op de tijgernoten. Zelfde hengel hè? Zelfde hengel, een kwartiertje ertussen. Resulteert in deze bak. Mijn eerste spiegel, mijn eerste Franse spiegel. Mijn eerste 10 kilo vis. Ziek. Dat is een plaatje. Aakvriend dan een emmertje. Nee, geen hermen, maar over een shot kunnen we wel over discussiëren. Nee, shotje kan wel. Ja, best wel. Maar laat dit een voorteken zijn voor de rest van de dag, zo is het. Avond en nacht. Hennep. En hennep, ja, ziek. Hey, jongens, ik weet niet of je het goed ziet. Ja, nu wel. Uitgegeten hennep en een beetje een donkere structuur. Ik denk de whole tuna boys, of die, dat jij nou garlic bollen, die donkere? Kril. Kril. Dus dat betekent dat zeg maar, die vis zit op het voer, waar je nu mogen gaan bijten vannacht.
Kijk hem gaan, joh. Nou, wat was ik er nog gebleven? Twee. Ik weet de eerste dag, jongens, ergens heel zacht rijden door die regen. Ja, maar... Zegt hij, ja, kom ik naar Frankrijk, een beetje verstopbrood, een beetje in de zon liggen. Krijg je dit weer? Eerlijk, we hebben echt alleen maar pauperij. Ja, is zo. In Nederland was ik al lang opgeruimd, was ik al ingepakt. Dus zie je maar de aanhoudende wind, hè? Blij dat hij is. Tuurlijk. Lekker man. Lekker man. Gaat achter elkaar daar, joh. Hé, joh. Gozer, wat ben je aan het doen? Kijk dan, joh. Voer het rijst er nog. Om uit te varen. Zo. Bizar. Rekken bezig, man. Ze komen naar achter elkaar. Is hij nou weer eraf? Is goed, verwijder. Ken je nou? Wee, joh. Hij krijgt gewoon weer een run. En? Fucking ziek. Zo, jongens, het windje wakkert aan. Dus ik ben wel eens even naar de bus gegaan om een emmertje tijgen te halen. Ik heb ze dit een keer gemixt met de XXL-mais en de zwarte tijgenoten. Dat er echt een mooie mixje wordt. Zit goed zijm op. En ja, je ziet wel Erwin, die hengels gaan achter elkaar. Hij krijgt nou weer een beet. Dus ik ga zo met de camera naartoe. Ondertussen natuurlijk even de koelkast erin gehaald. Met een fresh prosecco van Martini. Want ja, die dikke bak, ik voel het, hij gaat komen deze nacht. Er wijst veel meer dan voorheen. En je ziet de rust komen achter elkaar. Ook even wat gezonds. Mandarijntje erbij. Want we zitten natuurlijk veel te ongezond te doen. En dan ga ik snel naar Erwin, want hij heeft een visbeet. En hopelijk blijft hij hangen en is het een dikke. Nou, dit zijn de formaten van vandaag. Ze zijn allemaal niet groot, maar ze zijn wel hoog gebouwd. Ze zijn ook wel een beetje gek op die tijgenootjes. Dus ik kom alleen op de tijgenoten. Ik had er 3,5 uur. Eentje geschoten net voor het kantje, voor het net los. Laat die andere zien. Dus ik heb er nog 2 over. Ja, je bent wel een beetje inhaalslag aan het maken. Ik ben een inhaalslag aan het maken. Mijn moeder ook, het was 6-1. Denk dat je naar voren staat. Ze zijn allemaal niet groot, dus voor mij thuis ook, maar ja. Nou jongens, je ziet het echt, het is ook mega hard nu. En hopelijk komen de grotere vissen komen nog aan het einde van de week. Dus kijk, dit is het einde van deel 1. Volgende week, dinsdag 3:30, komt Frankrijk video deel 2. En ja, die wordt echt nog veel vetter dan deze. Dus duimpje omhoog vast. Kijk even op de website dv15.nl. En zie je volgende week. Later.